Rondom het altaar. Dat is de titel van de expositie die het Kerkelijk Museum in verband met het Kersfeest heeft geopend. En waarin het RK-bisdom het liturgisch vaatwerk laat zien. Volgens Karel Tjuni, bisschop van Paramaribo, bevat het liturgisch vaatwerk al de attributen die de Rooms-Katholieken gebruiken bij de Eucharistieviering. Tjuni vertelt dat elke vaatwerk een andere betekenis en doel heeft. Zo geeft hij aan dat de kelk, een fraaie beker, gebruikt wordt om wijn uit te drinken en tevens een symbool is voor het goede leven. Christus is gekomen om ons het leven in overvloed te brengen. Dus niet een leven om te pinaren, om te hosselen, maar een leven in overvloed. Daarom gebruikt hij wijn bij het laatste avondmaal. En wijn, ja, is het samenpersen van druiven. En vele druiven samen worden dus het bloed van Christus. Symboliek dus ook dat wij als verschillende individuen samen gesmolten moeten worden om het lichaam van Christus te zijn. Tijdens de expositie krijgt de bezoeker een breed beeld van het Rooms-Katholieke geloof en de gebruiken daarbij. Zo vertelt hij ook wat de tabernakel betekent binnen dit geloof. Waarin dus het heilig lichaam van Christus wordt bewaard. En het is eigenlijk een Joods gebruik dat is overgenomen. Want in het tabernakel is God aanwezig. En in de Joodse traditie mocht alleen de hoge priester één keer per jaar in het Allerheiligste gaan. Maar nadat Christus gestorven is, is dus het Allerheiligste toegankelijk voor ons allen. En mogen wij Christus heel dichtbij ons gaan. Als je in een katholieke kerk komt en je ziet een rood lampje branden bij het tabernakel, dan wil dat dus zeggen dat het Allerheiligste in het tabernakel is. Je zult zien dat mensen die naar de kerk komen dan een kniebuiging maken en een kruis teken. En dat licht herinnert ons voortdurend eraan dat Christus het licht van de wereld is. Hij is in die duistere wereld gekomen om met zijn licht die duisternis te verdrijven. De expositie rondom het altaar is 15 december geopend en duurt tot eind februari 2023. De bisschop vertelt dat zij ook scholieren en studenten verwachten als bezoekers.